Goedendag, dames en heren, meisjes en jongens. Ons land en de wereld om ons heen zijn in de greep van het coronavirus. En juist in deze moeilijke tijd voelen we ons sterk met elkaar verbonden. En willen we op 4 mei gewoon hen herdenken, burgers en militairen, die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. De drie kernen, Waalwijk, Sprangkapelle en Waspik, organiseren daarom deze gezamenlijke dodenherdenking die op een eerder tijdstip is opgenomen. Mag ik u welkom heten op deze speciale viering, 75 jaar na het eind van de Tweede Wereldoorlog. Laten we dan nu luisteren naar het dodenappel dat voorgelezen wordt door de heer Frans Simon. L. van Adelberg, C. Bank, J. Bergmans, M. Bergmans-Pulles, A. Boezer, B. Boezer, J. Boezer en zijn twee dochters, T. Boezer, H. Bogers, A. De Bond, H. Bontjer, J. Boom, W. Bossers, R. van Bokstalen, A. De Bree, A. Bremer, S. Bremer, L. van den Broek, A. Brok, C. Brok, L. Brok, N. Brok, A. Brok van Woensel, J. Brokken, A. Brokken van Huygenvoort, F. Brouwer, N. Brouwer-Gort, A. Bruurmijn de Graaf, C. Chabot, G. van Kostanje, J. Dalmeijer, K. Dalmeijer, T. Dalmeijer, J. van Delft, J. Dirkse, P. Dirkse van Engelen, W. van der Eerde van der Burgt, J. Eikens, F. van Erp, J. van Ewijk, P. Faro, J. van der Galien, C. van der Geld, C. J. van der Geld, M. van der Geld Verharen, G. Gompen, H. de Graaf, L. Goedman, P. Harreman, M. Harreman Strijdhorst, L. Hartog, H. Henkelman, H. Hens, F. Hensen, J. van den Heuvel, J. Hofmans, V. Hofmans, M. Hulst, J. Eipelaar, A. de Jong, A. de Jong, roepnaam Louis, E. de Jong, R. de Jong, W. Jong, T. Kelder, J. Kemperman, H. van Leeuwen, A. de Leijer van der Eerden, G. de Leijer, H. de Leijer, J. de Leijer, J. H. de Leijer, C. Leijtens Jansen, M. Lommers, C. van Loon, K. van Loon, C. Lonen,
J. Lonen. M. Mandenmakers. W. Van Meegen. J. Merks. Burgemeester E. Monen. I. Mortier. T. Mouthaan. A. Van Muilenkom. Z. Nasch. M. Nieuwenhuizen Mandenmakers. E. Obermeijer. J. Opperman. H. Van der Pennen. E. Pinto. E. Pols. N. Proveniers. A. Pruisers. J. Pullens. F. Pullens Maas. T. Pullens. J. Quirijns. P. Quirijns. L. Rietveld. J. De Rooij. E. Van der Eiken van Alem. M. Savelkals. G. Schapendonk. A. Schellen. E. Schellen Treffers. C. Schilders. CT Schilders. A. Schilders De Veer. H. Seinfeld. C. Van Zelst. G. Slaats. G. J. Slaats. H. Slaats. J. Slaats. C. Sleenhof. A. Snijders. C. Spitters. M. Van Strien. H. Van Zuilenkom. F. Thomas. E. Timmermans Nieuwenhuizen. P. Timmermans Schalke. J. Treffers. M. Verhagen Bergmans. A. Verhoeven. A. Verhoofdstad. J. Verhoofdstad. M. Verlee. A. Verschuren. J. Verschuren. H. Versteeg. C. Vissers. D. Vissers Lesage. A. Wagenmakers. A. Van der Wens. A. Van der Wiel. C. De Wit. J. De Wit. T. Wijnbelt. W. Wijnbelt. J. Wijdvliet. E. Van Zon. Gesneuveld in Indonesië. A. Broks. J. Van Erp. A. Hilst. A. Van der Schans. T. Van der Zijde. U heeft net geluisterd naar het dodenappel en nu gaan we over naar de kranslegging. En de krans wordt gelegd door burgemeester Kleingeld samen met zijn vrouw.
Zodra de klokken stoppen met luiden, wordt het signaal tap toegespeeld. Aansluitend nemen we 2 minuten stilte in acht, waarna het Wilhelmus wordt gespeeld. Onze dodenherdenking is een belangrijk jaarlijks terugkerend moment. Voor het eerst sta ik niet samen met jullie bij het oorlogsmonument in Waalwijk, in Sprangkapelle of in Waspik. Deze toespraak is opgenomen op 22 april vanuit onze tuin. Samen heeft dit jaar een andere betekenis gekregen.
Samen betekent dit jaar ook afstand houden en thuisblijven. Net als toen, tussen 1940 en 1945, is het ook nu een moeilijke periode. Natuurlijk, verder zijn de bezettingstijd en deze coronatijd niet met elkaar te vergelijken. Hoe zou je een razzia of de deportatie van de Joodse gemeenschap op één lijn kunnen stellen met anderhalve meter afstand bewaren of van achter de computer je werk thuis doen? De vergelijking zou onzinnig zijn. En toch is er één element dat in dit opzicht tot nadenken stemt. En dat is het woord solidariteit. Alleen een solidair volk kan in bezettingstijd stand houden. Alleen met een solidaire gemeenschap hou je het coronavirus in toom. Immers, iemand van 18 heeft minder kans om ziek te worden dan iemand van 78. Het serieus nemen van alle noodzakelijke maatregelen geldt voor iedereen, ongeacht je leeftijd. Alleen samen kunnen we dit virus bestrijden. En samen wil zeggen dat solidariteit een hoofdrol speelt. Ruim een jaar geleden deed ik rond oud en nieuw een oproep. Laten we samen stilstaan bij de viering van 75 jaar vrijheid. En kom met ideeën om er aandacht aan te schenken. Door het coronavirus kunnen veel van die initiatieven niet doorgaan. En toch blijft het belangrijk om ook in deze buitengewone omstandigheden te herdenken. Om 75 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog stil te staan bij het gegeven dat vrijheid nooit vanzelfsprekend is en ook nooit zal worden. Daarom staan we vandaag thuis stil bij het einde van de bezettingstijd. Op mijn oproep is enthousiast gereageerd. Er zou vandaag en morgen heel wat te doen zijn geweest. Veel ervan gaat niet door, vindt in een andere vorm plaats of is uitgesteld. Allemaal activiteiten bedoeld om te blijven herdenken. Van de traditionele dodenherdenkingen in de kerk tot het bevrijdingsvuur ophalen in Wageningen. Van bevrijdingsoptocht tot bevrijdingsfeest in Sprangkapelle. Van dialogen over vrijheid georganiseerd door de bibliotheek tot een vrede- en vrijheidsontbijt voor inwoners met een krappe beurs door het Willem van Oranje en het Dr. Moller College. Van een grote expositie in het Huis van Waalwijk in samenwerking met de drie heemkundekringen tot een fiets- en wandeltocht door de hele gemeente van Contour de Twern. Van een ontmoeting tussen oud en jong in Den Bolder tot het samenbeleven van een nieuwe film over Waspik in de oorlogsjaren. Vandaag zouden we ook nieuwe plaquettes onthullen op de oorlogsmonumenten. Plaquettes waar de namen op staan van alle plaatselijke slachtoffers. De verhalen van die slachtoffers zijn gebundeld in een boek dat vandaag zou worden gepresenteerd. We mogen blij zijn dat een groep van betrokken en deskundige plaatsgenoten 3 jaar lang heeft gewerkt aan een boek waarin de bijna 150 oorlogsslachtoffers uit onze gemeente zijn vereeuwigd. Iedereen stond klaar om stil te staan bij de verhalen van 75 jaar geleden. Want hoe lastig wij het de afgelopen 2,5 maand ook hebben gehad, 75 jaar geleden kwamen de mensen uit een periode van 5 jaar verschrikking. Het zal je maar gebeuren dat je de pech hebt om op het verkeerde moment of op de verkeerde plaats geboren te zijn. Een dienstplichtig soldaat, lichting 1920 of lichting 1950. Het maakt een groot verschil. Wie in 1920 is geboren, kan de slag om de Grebbeberg in mei 1940 of de slag om Kapelseveer in januari 1945 hebben moeten meemaken. Wie in 1950 geboren is, heeft misschien wel de luxe om vanwege broederdienst nooit een kazerne van binnen te hoeven zien. Wie in 1990 is geboren, zul je moeten uitleggen wat militaire dienstplicht eigenlijk inhoudt. Verhalen over de oorlog moeten we blijven vertellen, moeten we blijven herhalen. Alleen door ons de ellende van oorlog te blijven herinneren, beseffen we hoe blij we mogen zijn dat we vandaag in vrede en vrijheid kunnen leven.
Daarom herdenken we elke 4e mei de doden met 2 minuten stilte. En dat blijven we doen. Oud en jong, grootouders, ouders, kinderen, kleinkinderen. Samen bij een monument of zoals dit jaar, samen thuis. Laten we dan nu luisteren naar Suus Pulles, leerling van basisschool De Bron. Zij gaat een gedicht voordragen. Stel je eens voor. Stel je eens een meisje voor van mijn leeftijd. Bruine haren, groene ogen en een lieve familie. Misschien wel dezelfde stem, alleen dan 75 jaar geleden. Er is maar één verschil tussen ons. Bij haar was de oorlog en bij mij niet. Zij moest onderduiken en ik ga naar school. Zij zag familieleden sneuvelen terwijl ik op familiebezoek ging. Zij moest afschuwelijke pijn verdragen en ik groeide op in een warm gezin. Je kunt ervoor kiezen om de oorlog als een bladzijde om te slaan en door te gaan naar het volgende hoofdstuk. Dat is een keuze. Maar bedenk wel dat het gaat over mensen zoals jij en ik. Want dat meisje met die bruine haren en die groene ogen, dat had ik evengoed kunnen zijn.